De verantwoordelijkheid die wij dragen is best wel groot. We zijn dan verantwoordelijk voor zo'n 60.000 mensen en de aansturing van de hele veiligheidsketen. En met Vigilance Groep doen wij voornamelijk crowd safety management, het aanvragen van vergunningen, het opleiden van mensen, dus het trainen van mensen op het gebied van crowd en safety. En een klein stukje ook nog intelligence voor tijdens grootschalige evenementen. Vervolgens gaan de bezoekers deze kant op. Dan hebben we hier een muntenkassa, zo we werken met munten vandaag. En hier lockers. Kingsland. Jongens, stel even alsjeblieft. Communicatie, alle communicatie gaat via de CP. Op zo'n evenement werken tussen de 100 en 200 beveiligers die allemaal moeten worden voorzien in de informatie. En vervolgens worden deze dan uitgezet op diverse posten. Dus je hebt diverse vaste posten, bijvoorbeeld bij nooduitgangen. Iedere nooduitgang is bemand dat in geval van incident zo snel mogelijk kunnen vluchten. Maar ook dat de toegang dichtgezet wordt voor mensen van buitenaf. We hebben een aantal controleplekken waar de beveiliging controleert op het juiste bandje. De visitatie bij de entree natuurlijk is een belangrijk onderdeel waar veel beveiliging op wordt ingezet om te zorgen dat er geen gevaarlijke spullen binnenkomen zoals wapens of drugs. En dan vervolgens heb je een aantal standby teams die dan bij incidenten aangeroepen kunnen worden om zo snel mogelijk of hulp te gaan verlenen of de situatie te beoordelen. Sorry? Alles droog. Is dat meer? Nee. Zeker? Ja. Je kop wordt al apart genomen, dus is het dan niet handig dat je gewoon eerlijk bent. Toch? Dus ik laat het aan mijn collega. Wat mij betreft mag je erop, maar... Ja, maar wees volgende keer eerlijk. Je wordt al apart genomen. Voor hetzelfde geld heb je de volgende keer een beveiliger die zoiets heeft van, jij gaat er niet meer op. Ja. Snap je? Dag verpest, willen wij niet voor jou doen. Dus we gunnen het je nu, maar wees volgende keer wel eerlijk. Ja? Fijne dag. De manier waarop ik naar veiligheid kijk is in de vorm van een ringenstelsel. Hè. Dus eigenlijk begint in de buitenste ring, als de bezoeker vanaf huis weggaat, dan begint eigenlijk de reis naar het evenement toe. En die wil je eigenlijk zo comfortabel mogelijk maken voor zo'n bezoeker. Eén ring verder naar binnen, dat is dan het moment dat de bezoeker de bebording ziet of met de trein aankomt op het station en de juiste bewegwijzering vindt naar het evenement toe. Dan vervolgens de volgende ring is het moment dat een bezoeker bij het evenement aankomt. Hoe word je ontvangen? Hoe is de visitatie? Hoe is het eerste contact? De eerste contact is vaak een ticketscanner. Staat hij er met een glimlachje op te wachten? Dus waar wij naar op zoek zijn is de ultieme customer journey, zeg maar, voor die bezoeker vanaf huis naar het evenement en weer terug. Dat draagt bij aan een prettige ervaring voor een bezoeker, waardoor die ook makkelijker te sturen is. Dus het is vooral het stukje verwachtingsmanagement ook. Wat verwacht je dat zo'n bezoeker doet? Wat wil je eigenlijk dat zo'n bezoeker doet? Dat die luistert naar de aanwijzingen die je geeft of dat die stuurbaar is, maar dat helpt dan wel heel erg als de boodschappen duidelijk zijn die je geeft en de reis zo soepel mogelijk verloopt. Dan kan je je voorstellen als dat niet zo is, dat mensen met een heel ander gevoel op zo'n evenement rondlopen. Nou, wij coördineren eigenlijk het hele veiligheidsstuk. Dus voor een organisator of een partij zijn wij eigenlijk de enige contactpersoon op het gebied van veiligheid. Dus wij ontzorgen eigenlijk de organisator in dit geval. Als je kijkt naar Koningsdag, de organisator op het gebied van crowd and safety. Wij zijn daar ook in geschoold, dus specialist in het gebied van vergunningen. Dus welke regelgeving moet er allemaal aan voldaan worden? Welke partijen past het beste bij het evenement? Wat is de regelgeving omtrent het aantal mensen per vierkante meter? Of welke brandwetgeving zou je aan moeten voldoen? Of reglementen waar je aan zou moeten voldoen? Om ervoor te zorgen dat je zo'n evenement veilig kan laten doorgaan. De grootste fout die ik in mijn functie zou kunnen maken is door niet te communiceren. Want veel partijen kijken naar mij en ik ben afhankelijk van de partij die wij gebruiken om de veiligheid te waarborgen. Dus op het moment dat die communicatie stopt, van welke kant dan ook, ik moet ook zorgen dat die informatie, als men niet communiceert, eruit getrokken wordt en doorgecommuniceerd wordt.
Dat zou een van de grootste fouten zijn die er gemaakt kunnen worden. Michel, ik wil dat jij even de coördinatie daar opneemt met die beveiligers. Er is een vrij kanaal op de portofoons van SSG. Laten we even zorgen dat we hier een gecoördineerde actie van gaan maken met de entree van de TikTok, want anders wordt het niks. Wat we hier vanuit de CP's kunnen we niet los aansturen. Het moet even lokaal gebeuren. Ja, vanuit de control room hebben wij een goed overzicht over het terrein en wat er gebeurt. Dus mocht er dan een incident zijn, dan zoomen we in eigenlijk op dat desbetreffende incident. Dan kijken we naar wat is ten eerste wat is de situatie, dus een stukje beeldvorming. Dan vervolgens gaan we daar een stukje oordeel over geven van nou oké, wat hebben we nodig, wat gaan we doen. Daar komt een stukje besluitvorming uit. En het mooie van zo'n control room is dat daar eigenlijk alle disciplines gezamenlijk zitten. En maar daar zo snel mogelijk even een sit-rep van de situatie TikTok alsjeblieft. Op het moment dat er actie benodigd is, dan kunnen we dat zo direct bij de beveiligingspartij, als de medische partij, als een trafficpartij, wat welke actie dan ook nodig is, gelijk direct kunnen uitzetten en we allemaal over dezelfde common operational picture praten eigenlijk. Hè? Dus het gezamenlijk beeld. Van zo'n situatie hebben. En niet dat de een kan zeggen, ja, het escaleert die volledig uit de klauwen. En de ander zegt, er is eigenlijk niks aan de hand. Nee, we hebben altijd allemaal hetzelfde beeld. Dus je wilt in alle tijd natuurlijk controle houden over zo'n situatie. Dus dat betekent vaak dat een persoon, als er een vechtpartij is, zodat die naar de grond gebracht wordt om hem gecontroleerd tot rust te bedaren. En vervolgens kun je op een normale, rustige manier de-escalerend met die persoon in gesprek gaan en dan of gecontroleerd uit te zetten buiten het evenemententerrein, of als deze persoon heel rustig is, de groepen zijn gescheiden, allebei hun eigen weg laten vervolgen. Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk zorgt voor een rustige situatie, afscherming en dan zo snel mogelijk terug kan naar normaal. Voorafgaand aan de week van de Koningsdag kwam er wat intel binnen dat er bepaalde groepen wilden demonstreren rondom Koningsdag. Waarvan één groep, Extinction Rebellion, de A10 opnieuw wilde blokkeren. En de A10 is de ring vlakbij de RAI. Dat betekent voor ons dat er mogelijk artiesten niet op tijd naar het festival kunnen komen, bezoekers niet op tijd naar het festival kunnen komen als zo'n snelweg geblokkeerd wordt. Daarnaast wat we ook altijd in de gaten houden is een stukje medische hulpverlening. Dus mocht er veel ambulances aangestuurd moeten worden, kunnen die dan nog langs. Dat doen we dan in samenspraak natuurlijk met de politie en de GOR. En naast Kingsland Festival waren we ook verantwoordelijk voor Oranjebloesem. Dus dat waren dan ook 30.000 mensen. En daarvoor hebben we voor gekozen om alle mobiliteitspartijen in één event control center te zetten, zodat we ten alle tijde goed overzicht hebben over wat er nou speelt. En zo zorgen we ervoor dat die operatie aan onze kant eigenlijk zoveel mogelijk door kan blijven gaan, ondanks de beperkingen die je hebt. Tijdens de uitstroomfase, je hebt 3 tot 4 uur voor de instroom, heb je nu maar 30 minuten voor de uitstroom. Dat betekent al die mensen die binnen zijn gekomen, laten we even zeggen 30.000 mensen die binnenkomen in 3 tot 4 uur, gaan er nu 30.000 mensen weg in een half uur. En dat betekent voor ons dat de druk natuurlijk gigantisch toeneemt op de entree, de lockers, eventueel toiletten nog bij een uitgang. En daar moeten we dus zien te voorkomen dat er overcrowding plaatsvindt, dat het onrustig wordt, maar ook de vertaling naar zo'n station toe. Van oké, een ander festival was nog aan het uitstromen, kunnen we nu die bezoekers erbij hebben of moeten we dat controleren? Nou, dan hebben we voor gekozen om dat wat meer gecontroleerd te doen, dus meer te druppelen, waardoor die uitstroom bij ons iets langzamer op gang komt, waardoor ze het iets beter op het station konden opvangen. Ja, dat zorgt ervoor dat wat soepeler in elkaar overloopt. Dus, en mede door die sensoren hebben we dan meer controle over die uitstroom. Ja, 2 jaar geleden hebben we een situatie meegemaakt op het station dat er te veel mensen tegelijkertijd op het station waren. Het station op wilden, waardoor de mobiele eenheid ingezet is. Daar heb ik vorig jaar een plan voor geschreven, een crowdmanagementplan met diverse buffervakken. Is dit jaar voor het tweede jaar uitgevoerd. Wat we eigenlijk doen is, we vullen 1 vak op. Vervolgens kijken we hoeveel mensen er nog op het station kunnen. En laten we dat druppelsgewijs binnen. Om ervoor te zorgen dat de uitstroom eigenlijk zo soepel mogelijk verloopt richting de treinen. Zodat je dus, als je dan eenmaal op het station bent, dat je ook zeker weet dat je met de trein meekomt. Door die controle te houden, zorg je ervoor dat er geen verdrukkingen of mensen op ongeluk toch voor de trein komen. Om echt die reis zo soepel mogelijk te laten zijn, want niks is zo
vervelend dat als je op het station hutje mutje en in elkaar gedoken staat om de trein te gaan. Nee, we willen juist ook een stuk comfort bieden en dat moet je soms even verwachten. De positie waar wij in ons bevinden is best wel bijzonder. Je hebt een hele grote verantwoordelijkheid voor heel veel mensen. Ja, het is natuurlijk super gaaf dat op het moment dat alles wat je van tevoren bedacht hebt of op het evenement zelf nog gefine-tuned hebt en mensen komen weer veilig thuis en je leest de reacties online van oh, we hebben zo'n super gaaf evenement gehad. Het is allemaal super goed gegaan. Ja, dat geeft je gewoon een onwijs gevoel van trots. We werken samen met een heel groot team, met heel veel mensen die daar hard aan werken. Dus het is natuurlijk niet alleen ik, maar het is vooral het team wat het doet. En ik probeer daarin gewoon te faciliteren dat iedereen zijn of haar werk gewoon goed kan doen. En als dat lukt, ja, dan ben je wel echt heel onwijs trots. Ja.